De West-Friese-weg is nu open. Dat is een geweldige verbetering. Zeker ook voor Enkhuizen, maar ook voor de regio. En een logisch vervolg zou zijn dat we nu echt gaan kijken naar Houtripdijk, om die ook te verdubbelen. En daar staat Enkhuizen niet alleen in. Ook gedeputeerde Elisabeth Post liet bij de opening van de West-Friese-weg al vallen dat de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad aandacht verdient. Dat zal niet op korte termijn zijn, maar dat is wel wat mij betreft de stip op de horizon. De Houtripdijk is een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De weg op de dijk bestaat uit twee banen en staat bekend als een gevaarlijke weg. Met de komst van Lelystad Airport pleit Enkhuizen voor verdubbeling van de twee rijbanen. Als dat open is, wordt de verbinding nog intensiever, wordt het nog drukker en dan wordt het nog gevaarlijker. Buiten het feit dat de dijk verdubbeld moet worden, vinden we het ook echt heel erg belangrijk dat er gekeken gaat worden naar het openbaar vervoer. Een treinverbinding of zeker een vaste busverbinding over de dijk naar Lelystad zou echt wat betreft West-Friesland ongelooflijk belangrijk zijn. Ook voor de economie van West-Friesland en de ontlasting van Amsterdam is een goede doorstroming over de dijk van groot belang. Enkhuizen gaat dan ook actief lobbyen voor de verbreding van de dijk. Ook de gemeenteraden van de verschillende gemeenten hebben dat ook gevraagd aan ons. We zijn daar ook mee bezig. Maar alle stapjes moeten wel op het moment genomen worden als het mogelijk is. Maar het verdubbelen van de dijk is één waar we zeker bij het Rijk voor gaan lobbyen.